Van 8 tot en met 15 september was de Landelijke Week van Lezen en Schrijven. Wethouder Willem van Doorn las op woensdag 6 september een stukje voor op de Weekmarkt in Zomeren. En op woensdag 13 september las wethouder Janine Spoor voor op de Weekmarkt in Asten. Judith van Oers, coördinator taal bij ONUS Welzijn, vertelt aan Sirius TV-verslaggever Austeer Jonikaite waarom deze week van lezen en schrijven zo belangrijk is. Judith, waarom is deze week zo belangrijk? Nou, wij staan hier in het kader van de week van lezen en schrijven. En dat is eigenlijk om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We noemen ze laaggeletterd of de basisvaardigheden die ze minder goed beheersen. Waardoor ze zich dus eigenlijk niet kunnen redden in de maatschappij. En wij vinden het heel erg belangrijk om daar aandacht voor te vragen. Want er is een best wel grote groep in Nederland die daar moeite mee heeft. En wat hoop je te bereiken met deze week? Nou, in eerste instantie hopen we eigenlijk de aandacht ervoor te krijgen. Dus dat mensen die mensen tegen kunnen komen die moeite hebben met lezen en schrijven, eigenlijk signaleren. Er zijn er in Nederland 2,5 miljoen, dus dat zou betekenen dat we ze allemaal echt wel tegenkomen. Dus bekendheid eraan geven. En het allermooiste zou natuurlijk zijn als we de mensen bereiken die het nodig hebben, zodat zij weten dat ze hulp kunnen krijgen. Want er is veelal ook hulp voor die mensen en ook nog gratis. Dus in die zin is het heel erg belangrijk om... ja, de bekendheid aan te geven. En stel, ik kom zo iemand tegen. Wat kan ik dan het beste doen als actieondernemer? Nou, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon... contact is altijd belangrijk. Ik zou mensen nooit meteen overvallen met van... goh, kun je niet lezen? Mensen zijn best wel vaardig in het verzinnen van smoesjes. Dus een gewoon gesprek. Maar als je dan een beetje een ingang vindt... het eigenlijk normaal maken. Dus zeggen van, goh, er zijn best wel veel mensen die er moeite mee hebben... En dan aangeven van, nou, er is hulp. En eventueel een foldertje meegeven of vertellen dat er gratis hulp is en dat er mensen zijn die wegwijs maken. Ze hoeven echt niet meteen terug naar school. Er is echt al een andere manier om hulp te krijgen ook. U bent hier namens de Week van de Laaggeletterdheid. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, het is heel belangrijk om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Omdat mensen in het dagelijks bestaan eigenlijk altijd te maken hebben met dingen die ze moeten lezen. En dan hebben we de aandacht voor ouderen die met laaggeletterdheid te maken hebben. Maar vooral ook aandacht voor jongeren. Vandaar dat we ook de stoel hier hebben staan. En zojuist heb ik voorgelezen voor een 20-tal kinderen die hier aankwamen lopen. Om ook aandacht te vragen voor het belang van voorlezen voor kinderen. En het goed leesonderwijs en dat stimuleren bij de jeugd. Maar hoeveel mensen zijn werkelijk laaggeletterd in Zomeren? Nou, in Zomeren is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd en er zijn er ongeveer 2300. En dat geeft in de dagelijkse praktijk nogal wat problemen, maar ja, ze zijn vrij geniaal om dat ook op te lossen. Hè? Want laaggeletterdheid wordt wel ooit gelinkt aan lage intelligentie, maar dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, ik denk dat mensen die laaggeletterd zijn, als ze in het normale verkeer ze allemaal kunnen verbloemen, nou, dan moeten ze wel heel slim zijn om dat allemaal te kunnen verbloemen. Maar het is gewoon veel makkelijker als je gewoon de brieven die je krijgt van de overheid, de brieven die je krijgt van alle andere instellingen, als je die gewoon zelf kunt lezen in plaats van dat je op een andere manier toch aan diezelfde informatie moet komen. Dus dat is heel belangrijk voor dagelijks verkeer. Het is nu een week later en we zijn in Asten. En Janine Spoor, u heeft net voorgelezen voor een heel publiek van kinderen. Hoe was dat? Ja, ontzettend leuk om te doen. Voorlezen is natuurlijk altijd leuk. En zeker als er kindjes van die kleine kindjes zitten die helemaal geboeid zitten lezen. Maar ook in hun eigen boekje zal een bladeren zijn. En meedoen met het verhaal, ja, leuk. Want wethouder, waarom is het zo belangrijk om hier aandacht aan te schenken? Ja, het is de week van het lezen en schrijven deze week. Belangrijk dat mensen kunnen lezen en schrijven, want overal krijg je ermee te maken. Dus tegenwoordig op de apps, de computer, overal, de kranten, noem het maar op. Dus belangrijk dat mensen niet alleen kunnen lezen, maar ook snappen wat er dan staat. Want het is niet alleen niet kunnen lezen, het is ook laaggeletterdheid. En laaggeletterdheid houdt ook in dat mensen niet goed kunnen lezen. En daar willen we aandacht aan schenken in deze week. Ja, ook op andere momenten, maar zeker in deze week. Ja, want 12% van de regio is laaggeletterd. Dat is een heel hoog cijfer. Dat is ontzettend hoog, ja. Dat 12% en mensen beseffen zich vaak niet dat ze ook wel iemand kennen waarschijnlijk die laaggeletterd is. En toch durf ik te beweren dat iedereen wel iemand kent die laaggeletterd is. Ja, want laaggeletterdheid, waar moet ik dan aan denken? Iemand die niet kan lezen of hoe zit dat? Nee, het is wat anders dan analfabeet zijn, want analfabeet kan je niet lezen, kan je niet schrijven. Maar laaggeletterdheid is met name het wel kunnen lezen van de woorden.
Of moeilijk kunnen lezen van de woorden, maar ook niet weten wat er staat. Dus kijk naar de brieven die wij als gemeente ook sturen. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen wel de woordjes kunnen lezen, maar vervolgens hetgene wat erin staat een afspraak niet nakomen, omdat ze gewoon niet snappen wat er staat. En u was net aan het voorlezen, maar wat heeft het nou te maken met het laaggeletterdheid? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, wij willen heel graag dat kinderen ook meer gaan lezen of dat kinderen gaan lezen. En met voorlezen is de eerste stap, hè, dat je als ouders of wie dan ook aan kinderen voorleest. Zodat ze bekend raken met boeken, met taal, het leuk gaan vinden om te lezen. En als kinderen lezen en dat ook doorzetten in hun latere leven, ja, dan blijft dat ook gewoon hangen. Dus dan, ja, nogmaals, dan ga je wat minder laaggeletterdheid krijgen. En u heeft dat zelf ook altijd gedaan met uw kinderen vroeger? Voorgelezen, ja zeker. Ja, niet in de laatste plaats omdat ik het zelf zo leuk vond om voor te lezen. Maar het is ook een mooi momentje met kinderen. En nou moet ik wel ook heel even bekennen dat mijn kinderen van de drie leest er één heel veel en de andere wat minder. Maar ze kunnen wel goed lezen en dat is natuurlijk het doel. Hè? Dat je ze bekend maakt met boeken, dat het ook normaal wordt om te lezen. Dat ze ook vragen durven te stellen als ze zaken niet snappen in boeken. Dus om antwoord te geven op jouw vraag, ja, ik heb heel veel voorgelezen. Ik vind het eigenlijk jammer dat ze nu te oud zijn en dat ik het niet meer kan. Is het dan zo dat iemand die laaggeletterd is ook laaggeletterd blijft? Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Het is te vergelijken met... Ja, even bij mij Frans op de middelbare school en bij heel veel anderen natuurlijk ook. Jarenlang heb je Franse les en dan kan je het enigszins, maar gebruik je het daarna niet meer of oefen je het niet meer, dan zakt het weg. Op dit moment, het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik middelbare school heb gedaan, maar op dit moment hoef je mij echt niet te vragen van schrijf een Franse zin of lees een Franse tekst, want ja, dat werkt gewoon niet meer, dat kan ik niet meer. Maar stel nou dat ik inderdaad het erop ga halen en dat ik weer in Frankrijk kan gaan oefenen, dan weet ik wel dat ik het wel weer boven haal. Nou, dat is vergelijkbaar met laaggeletterdheid. Ga je dus bij ONIS of bij het ROC of bij de bibliotheek trainingen volgen of weer gewoon lezen, hè? Dat kan ook. Maar we hebben ook allerlei ondersteuningszaken daarin. Ja, dan kan je het ook weer ophalen.